Welkom bij het eerste lunchconcert van dit seizoen op de Vrije Academie. Ja, waar te beginnen? Er is een hoop gebeurd in 2 dagen. Allereerst, gisteren bereikte mij het bericht dat Mick Pauwe overleden is. Dus Mick is een ex-collega van mij en van de vak. Ze heeft hier 20 jaar, denk ik ongeveer, lessen gegeven, contrabas. Wat bandjes gedaan. Een fantastische bassist. Een heel lieve meid. Geweldig. Dus is een heel droevig nieuws natuurlijk. En, ja, dus daar wilden we eigenlijk wel even bij stilstaan. En, het is een groot verlies. Nogmaals, ze werd door iedereen gewaardeerd. En ik denk ook dat iedereen daarmee eens is dat we dit als een heel groot gemis gaan zien. En, dat brengt me eigenlijk ook wel bij het volgende, want vanmorgen hoorde ik van Joost, waarmee ik zo ga spelen, dat de pianist ziek was. Dus we zouden eigenlijk deze ochtend een duo doen met Joost Verbakel en ben ik even de naam kwijt, Toes? Marit. Ja, Marit Toes. Maar ja, zij mag niet uit huis. Ze heeft, nou niet dat ze corona heeft, maar ze moest laten testen, dus ze mag niet weg. Dus ik werd vanmorgen gebeld door Joost en ja, toen kwamen we voor de ja, het feit te staan dat er geen pianist was. En nou, en het rare, bizarre toeval is dat Joost is eigenlijk de opvolger van Mick Pauwe. Want Joost doet ook, geeft hier nu sinds een jaar contrabas. En toen dachten we van nou, dan kunnen Joost en ik samen wel hele mooie liedjes gaan spelen voor Mick. En dat lijkt me dan eigenlijk ja, een mooie oplossing, ook wel in een hele vervelende situatie. Maar ik denk dat we gewoon een hele mooie dingen gaan spelen voor Mick en dat ze daar ook wel blij mee zou zijn. Zoals ik al zei, Joost Verbakel op contrabas. Mijn naam is Ed Baatsen. Ik ga vandaag piano spelen en we spelen voor jullie mooie liedjes, standards, eigen stuk. Joost heeft een paar mooie stukken meegenomen, ik. En ik hoop dat jullie ervan zullen genieten.
Dankjewel. Dat was Blue in Green van Miles Davis en Bill Evans. Daar zijn we eigenlijk nooit uitgekomen wie dan eigenlijk de credits zou moeten krijgen. Ik denk Bill Evans. Maar we gaan verder met een stuk dat heet Stoner Hill van Brian Blade. We spelen wat veel ballads, natuurlijk een beetje, ja, lijkt een mooie sfeer. Een stuk ken ik niet, dat heeft Joost meegenomen en net even doorgespeeld. En, ja, mooi stuk. Het is een 6/8, Stoner Blade. Thank you.
Stoner Hill. We gaan verder met nog een ballad van Horace Silver. En dat heet Peace. Zeker voor Mick, hoop ik. Thank you.
Dank u wel. We gaan verder met een stuk van Sonny Rollins. Dit is een calypso. Vroeg net aan Joost van, nou, we misschien ook wat Latin-achtige dingen doen. Want Mick was daar natuurlijk heel erg in, Latin en salsa en dergelijke. Maar om een uur van tevoren dat even in te gaan, dat zat er niet helemaal in. Dus. Maar dit kennen we allebei, dus het leek me leuk om dat ook voor Mick te spelen. Het is een calypso en het heet Sint Thomas. Dank u wel, Sint Thomas. We gaan verder met een stuk van Joost. Nou, niet van Joost, maar aangereikt door Joost. Het heet First Song, een mooi stuk van Charlie Hayden en Pat Metheny. They
Wel, mooi, dit is je first song. We gaan verder met een bluesje. Het is John Parker blues, Billy's Bounce. Thank you.
Oké, okay, Bill is bound, dankjewel. We zijn toen aan ons laatste stuk, hè, ja. Voor dit lunchconcert. We gaan een toepasselijk stuk spelen weer. Het heet Memories, dat is een stuk van mij. En Joost ziet het ook voor het eerst, maar voor mij komt het wel goed. Memories, bedankt voor uw aandacht en ik ga daar nog even wel wat zeggen. Memories. Thank you.
Dank u wel. Memories is dat laatste stuk. Dank voor het kijken en het luisteren. Joost Verbakel, geef hem een groot applaus thuis. En hier, contrabas. Docent aan de vak, net als ik, het basispiano. Fijn dat jullie gekeken hebben thuis en hier op de tribune zaten nog wat mensen. Kon helaas natuurlijk niet anders vanwege corona. We hopen in elk geval dat we het komend seizoen nog wel met publiek mogen gaan spelen. Ik hoop het. In elk geval 27 oktober, als ik het goed zeg, is er weer een lunchconcert. En ik ga nog niet zeggen wie. En dat durf ik niet meer namelijk. dat gaat jullie allemaal, kunnen jullie allemaal op de website zien, www.vak-delft.nl. En ja, wellicht met publiek. In ieder geval 20 man mogen er nu bij, maar misschien wellicht meer. Wil ik ook nog de sponsoren bedanken. Gemeente Delft, Fonds 1818. En de geluidsmensen en de cameramensen vandaag. Want dat is ook allemaal geweldig natuurlijk wat Huub het Hoen voor elkaar krijgt. Dat is niet te geloven. Die doet de regie, Huub het Hoen, directeur van de coöperatie. Steven, die zit daar achter het geluid, ook bedankt. Anna, de zus van Anna het Hoen, neem ik aan. En achter de camera en daar, achter de andere camera, daar staat onze beheerder, de grote man. Achter deze organisatie, dat is Rob Winkel. Speelt ook heel verdienstelijk drums trouwens. Ja, Lonti ook bedankt voor je inzet. Je hoeft niet zoveel te doen vandaag, maar toch. En nou, ik hoop jullie volgende keer over een dikke maand, anderhalf maand hier of thuis achter je laptop of pc weer te zien. Alva, bedankt voor je aandacht. En ik hoop dat Mick ervan genoten heeft, zou hebben. Hè, zoals, ik hoop het wel. Nog wat kunnen doen in elk geval. Tot ziens.